Nobody wants to. Oh my god, wat was dat? Hallo allemaal, welkom bij deel 2 van mijn Parijs avontuur. We zijn net uitgecheckt in het hotel en de nieuwe dag staat op ons te wachten. Ik heb heerlijk geslapen, ondanks dat Richard een beetje snurkte. Thanks. Mag ik dit niet zeggen. Maar ik werd wel wakker met een ontstoken oog. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar deze kant is dikker dan die kant. En het jeukt enorm, maar ik ga er proberen niet aan te zitten. Maar ik zal vast er niet aan hoeven te denken vandaag, want we gaan allemaal leuke dingen doen. Waar gaan we als eerste heen? Ik zeg Sacre de Coeur. Sacre de Coeur, ik weet niet wat het is, maar het klinkt leuk. Dus, En Eiffeltoren daarna natuurlijk. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. Wat een timing voor het eerst ongeveer. Gewoon rijdend de metro open doen, kan allemaal hier. We zijn er, ik weet niet waar, maar we zijn er. We zijn nu een of andere berg aan het beklimmen. Maar Richard durft niet met de lift. Nu wordt hij heel erg stil, denk ik. Ja, ze krijgen heel veel keer beeld van mij. Nee, juist een heel erg redelijk beeld, want ik moet meemaken, jongens. We zijn er bijna. Oh, dit vind ik altijd zo awkward. Ja, het is Parijs. Mag er wel de stad van de liefde zijn, maar ik vind dit gewoon heel erg ongegeneerd en goor. Dus. Oké. Wel een zoon met zijn moeder. Ja, ik vond het een beetje heel erg awkward. Wow, een draaimolen. Richard, waar zijn we nu? We zijn nu bij de Sacre de Coeur. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. En we hebben één probleem. Ja? We staan beneden. Dus. Oh, nog meer trappen. We gaan er echt heen. Heel veel trappen. Oh, nee. Daar gaan we. Lekker hoor, zo'n vakantie. Wow, deze trap. Het lijkt alsof we naar de Center Parks Wildwaterbaan gaan of zo. Oh, ik hoop het. Het pijnt er bijna lopen te wezen, te wandelen, te klimmen. Kijk. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Laten we teruggaan. Oh. Ja. Laatste. Ja. Tada. We zijn boven, dus nu kan ik eindelijk doen waarvoor we hier zijn gekomen. Foto's verpesten. Ik vind het een beetje dubbel. We zijn in de kerk, maar er staan vervolgens echt superveel commerciële apparaten. En Richard heeft zich laten... Ja, ik moet het gewoon doen. Doe het. Ik doe het. Kijk, ze zijn de kermis. Kan ik dit inwisselen voor een cadeautje? Nu gaan we een beetje richting de Eiffeltoren. Ja. Heel erg benieuwd. Maar op zoek naar de metro. Op zoek naar de metro. Maar eerst al die trappen weer af als we dit overleven. Ik denk het niet. Zullen we even afspreken dat je nooit een leren jas over een trouwjurk aan doet? Oké, okay, dankjewel. Ik ga nu opgelicht worden door deze mensen. Kijk, ze hebben Richard al te grazen. En, oh nee, ze durven niet. Zie je de camera die werkt? Kijk, een dead jochie hier achter me die wordt nu opgelicht. Want ja, dan binden ze je vast aan hun touwtje. En dan laat ze niet los, tenzij je betaalt. Maar een camera is dus een truc. Ja. Dat is echt een goede tip. Tada! Ta ta ta! Yay, we zijn er! Fucking vet! Even kijken hoe druk het is. Misschien dat we naar boven kunnen, maar als het echt heel erg te druk is, dan is het ook al. Nou, weet je, er is nog een verrassing. Wat dan? We gaan picknicken op de Eiffeltoren. Echt? Ja, echt! Picknicken op de Eiffeltoren? Ja, dat is een verjaardagscadeautje goed. Echt? En omdat ik mee op de passenger, dacht ik, we gaan picknicken. Nou, heel erg leuk. Ja. Nou, wat vet. Oh, dus we gaan naar boven. Dus we hebben al kaartjes. Echt? Ja, echt. Hoe laat? Nu. Nou, laten we gaan. We hebben echt perfecte timing. Oh, nou, kom snel. Ja. Heel erg vet dit. Oh, dit is zo vet. Kijk, hier achter me zie je heel de rij. En die gaat echt, nou ja, van daar tot helemaal hier. Maar omdat Richard dus gereserveerd heeft... Zijn de tickets. Kunnen wij nu gewoon al naar boven. Super vet. Kom, we gaan. Eventjes heel flawless door deze rij heen. Een echt Efteling gevoel, jongens. Ik mis alleen de muziek hier. Nou, dat doe ik wel even hieronder. Oh, het
vet. Kijk eens even jongens, dit uitzicht. Wow. Dit is de tafel. En dit is het uitzicht. Ja, boom. Super vet. Nou, Richard. Hey, proost. Cheers. Het voorgerecht, egg mayonnaise. Het hoofdgerecht, zalm. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het er een beetje uit vind zien als een soort ziekenhuismaaltijd. We hebben net een hele fotoshoot gehad en de foto die zie je nu in beeld. En nu zijn we aangekomen bij het toetje. En ik heb een tiramisu, oftewel een tering meer zoet. Het ziet er erg lekker uit. En ja. Ik heb ook wel iets heel mooi kleurrijks hoor. Kijk allemaal wat een mooie fruitjes. Fruitsalade. Ze zijn hier bezig met een fotoshoot. Wij zijn alle foto's aan het verpesten stiekem op de achtergrond. Kijk, daar gaan ze. Dit is zo zielig. En kinderachtig, sorry. Mag hierop lopen? Oh my god. Ik durf niet hoor. Ja, ik ben best zwaar hoor. Oh, ik krijg helemaal de kriebels hiervan. Ik heb echt hoogtevrees. Wat is dit nep zeg? Heel erg handig. Mocht de Eiffeltoren in de brand staan, dan kunnen we echt de boel redden met deze twee busjes. Gaat echt helpen. Nobody wants to. Oh my god, wat was dat? Oh, alle vogels hoor. Oh. Wow, dat was echt heel eng. Wow. Ik was net aan het optreden en ze kappen het gelijk af. Oh, kijk, het leger komt erop af hoor, jongens. Wow, ja. Zo, we zijn weer veilig op de grond. Het was echt heel erg leuk daarboven. Ja, echt, hè? Het eten zag er misschien niet zo als op de website uit. Maar het smaakte gewoon heel erg lekker. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar nu gaan we naar waarschijnlijk de plek waar de meeste selfies op aarde ongeveer zijn genomen. Daar voor de Eiffeltoren. Want wij hebben natuurlijk ook wel zo'n super cliché Eiffeltoren selfie nodig. Tip van de dag, mocht je in Parijs zijn bij de Eiffeltoren, heel veel mensen maken daar foto's, maar dan heb je zo'n lelijk hek op de achtergrond. Als je aan de overkant van die weg gaat staan, hier heb je gewoon een geweldig, veel mooier beeld. Dan heb je gewoon dat de hek niet zo gelijk achter je. Dus, kleine tip. We zetten meteen een trend, er komen gelijk hordes mensen hier ook allemaal foto's maken. Dus, maar het is echt een goede tip, want het is veel beter hier. Kijk, er komen nog meer mensen. Richard is echt geniaal. Hij heeft net een nieuwe manier van fotograferen ontdekt. Je kan panoramafoto's zeg maar zo maken. En dat kan je ook als een selfie doen trouwens. Maar hij bedacht net... Nou, doe het eens voor. Nou, je kan hem ook zo van boven naar beneden doen. Dus let op. Hij draait zeg maar zijn telefoon. Zo. Ja. En dan helemaal naar beneden. Nou, en dan kijk. Het resultaat. Heb je. Maar kijk dan. Je hebt nu gewoon een hele vette foto waar de Eiffeltoren volledig op staat. En ook een heel vet soort groothoek lens effect. Fucking vet. Nog een fototip. Er staat een bus en je wordt bijna aangereden door een bus. Nou! Hallo, wat is dit? Goeie locatie. Goeie locatie dit. Lach maar, hè? Lach maar. Het is tijd om afscheid te nemen van de Eiffeltoren, helaas. Maar we moeten weer richting Nederland, dus we gaan nu naar de trein toe. Let's go. We zitten inmiddels in de trein en dan gaat zo meteen vertrekking richting Rotterdam. En net als op de heenweg hebben we weer prachtig uitzicht. Het is een beetje grijs buiten, maar goed. Misschien dat het straks wegtrekt. Lekker drinken. Zo flauw dit. Dit is Brussel en volgens mij is hier 50 tinten grijs geschreven. Want serieus, kijk hoe grauw dit is.
Zo, we zijn weer op Rotterdam Central Station, oftewel bijna thuis. En Richard gaat vanaf hier de andere kant op. Bedankt Richard ook nogmaals voor de leuke verrassing. Echt vandaag. Zo, ik ben inmiddels weer thuis en kijk wat hier op me aan het wachten was. Mijn nieuwe computer. Ik was blijkbaar zo moe en geobsedeerd door mijn nieuwe computer dat ik helemaal vergeten was de vlog af te sluiten. Dus ik doe het even op deze manier. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als je hem leuk vond, kun je natuurlijk een duimpje omhoog doen. En dan bedank ik je heel erg voor het kijken en zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doei! En yay, para!